Stel, ik moet de hoeken van een vlieger uitrekenen. Bijvoorbeeld vlieger K, L, M, N. En ik zie dat deze hoek 110 graden is. Dat betekent dat de overliggende hoek ook 110 graden is. Dus hoek L is hoek N is 110 graden. Ik weet dat dit een rechte hoek is van 90 graden. Dus wat ik overhoud is hoek K. Hoek K is dan 360 graden. Alle vier hoeken samen is altijd 360 graden. Min 110, min 110, min 90 graden. Als ik dat dan heb opgeschreven en ik reken het uit, dan heb ik hoek K is 50 graden. Dus de som van de vier is altijd 360 graden. Hoek K blijft over 360 min 110 min 110 min 90 is 50 graden.